Ariana, je hebt het klassement gewonnen. Volgens mij ben je in alle wedstrijden in het oranje geweest. Ja, klopt. Ik ben de enige en daar ben ik echt heel trots op. Hoe was het om al die wedstrijden in het oranje te rijden? Ja, ontzettend gaaf. Het was ook mijn doel om hier ook in het oranje te starten. Zodat niemand anders het oranje aan kon en dat is gelukt. Was het ook het doel aan het begin van het seizoen om dit klassement te veroveren? Nou, toen ik hier de eerste wedstrijd in Amsterdam gewonnen had wel. Maar daarvoor had ik er alleen maar van kunnen dromen om ooit zo'n leiderspak aan te mogen trekken. Je hebt nu de belofte divisie gewonnen. De allereerste editie. Ga je volgend jaar weer terug naar de topdivisie? Daar ben ik nog over aan het nadenken. En ja, daar moet ik nog een beslissing over maken. Daar ben ik nog niet zeker van. Er ligt wel een grote kans. Maar dat weet ik nog niet. Hangt ook van de ploegen af. Dus daar moet ik nog over nadenken. Nou, nu wacht de Wijze Zee. Wat verwacht je daarvan? Ik heb een hele goede zomer gedraaid. En ik heb een goede conditie. En ja, ik hoop dat ik daar op de voeten, mee op de voeten kan. En ik heb nog nooit op de Wijze Zee geschaatst, dus dat wordt voor mij de eerste keer. En ja, ik moet zien hoe het loopt.